geweldig. Wat we eerder moeten Het is een heel vet idee. Mario muziekjes en die Zelda muziekjes, dat kent iedereen wel. Een hele goede line-up, zeg maar, van de games. Evo Man, we zijn zeer benieuwd. Ja. Heel verrassend benieuwd. Zal het worden, denk ik. We hebben geen verwachtingen. Metropole Orkest, dat klinkt wel als een grote naam. Dus ik dacht, dat zou best een interessant gedoe kunnen worden. Er komen ze veel games die ik leuk vind. Dus... Misschien zitten er rare geluidseffecten in, maar ik ben wel over de 30, maar nog niet over de 60. Een bijzonder concert vanavond in Utrecht. Ter afsluiting van de Nederlandse Game Dagen speelt het Metropole Orkest muziek uit bekende videogames. Gameproducenten besteden steeds meer tijd en geld aan muziek. Met de gedachte dat muziek een spel kan maken of breken. Het maakt de game spannender als een beetje spannende muziek is. Sommige muziek is, vind ik, minder leuk. Ik heb niks met games, dat niet. Maar muzikaal gezien is het recht spannend. My name is Christopher Lennertz, and I'm a composer of game music and film music and television music. And I'm also a conductor, and I'll be conducting a concert this week. Music is married to entertainment now. It's married to movies, it's married to video games, it's married to television, it's married to an entire entertainment experience. Everything's become so interactive, and games are such a big part of the world. In fact, games, it's been proven in the last 2 years, games have made more money than movies. It's amazing that how many people it affects their lives and it affects what they do every day, and it takes up a big portion of their everyday life. And I think the fact that this music is part of the experience, and a lot of times it brings them back into why the game was so fun in the first place, so they can listen to the soundtrack to Medal of Honor, or they listen to the soundtrack to Halo, and they remember, oh, this is, you know, that made me feel this way. It's a lot like hearing the theme from The Godfather when that's your favorite movie. You know what I'm saying? It's that kind of thing, and I think it's great. Geweldig. Ja? Serieus. Waarom? Je speelt een spel en om dit gewoon een keertje live mee te maken, gewoon, dat is echt super. Ja? Echt super. Ja. Wat gebeurt er nou met je als je dat zo... Ja, je ziet het hele spel weer opnieuw gewoon voor je. Ik zei net al tegen hem zo van, als ik gewoon de computer had hiervoor en ik achtergrond kwam. Ja. Dus dit mag wel vaker gebeuren? Dit mag echt vaker gebeuren. Nou, super. Echt helemaal te gek. Ja, de Metropole Orkest is echt te gek. En mijn keuze is ook fantastisch. En hoogtepunt, Floor. Ja? Ja. Waar we nou mee bezig zijn is het ontwikkelen van de ideale beeld- en geluidssampler eigenlijk. En daarvoor heb ik zo'n pak aan met allemaal sensoren op al mijn gewrichten. En zo kan ik dus met mijn lichaamsbewegingen de computer besturen. En op die manier dus de beeld- en geluidssamples omdraaien, vertragen, versnellen, kapot hakken, over elkaar heen gooien. En dan ben je aan het schilderen met beeld en geluid tegelijk. Als
je die spellen zeg maar speelt, dan hoor je natuurlijk ook muziek voorbij komen. Dat wordt soms zo herkenbaar. En dat zal die, zoals die Mario-muziekjes en die Zelda-muziekjes, dat kent iedereen wel. Het is natuurlijk hartstikke leuk als je het zeg maar live opvoert. Ja, klinkt iets heel, heel iconisch wat dan opeens heel groot wordt. Eigenlijk heel nostalgisch ook, aan de ene kant. Okay. Want dan wordt het zeg maar op een klassieke manier uitgevoerd. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om mee te maken. I think people in Europe, tend to love classical music, tend to love experimental music, new music, and there's some wonderful concert halls, amazing orchestras like the Metropole, which it's a perfect place then to put on a concert like this because you've got great musicians and you've got people who can come to a wonderful hall like this and really experience it properly. There were video game fans there who knew, they knew the music, and that was the thing, the fact that you could just say the title of the piece and everyone went crazy. It was like, it's like being at a rock concert. Bijzonder om dit mee te maken eigenlijk. Bijzonder. Je voelt wel wat hoor, je voelt wat gaande. Ja, je wordt enthousiast als dit onder een spelletje zit dat je moet verder moet. It was great. The orchestra played so fantastically, and it was amazing. I was blown away, and on such short rehearsals, I was absolutely astounded. They're some of the finest musicians in the world. Really, it's fantastic. Super. Echt helemaal te gek. Ja. Geweldig. Je wordt enthousiast. Je begint mee te huppen. Dit mag echt vaker gebeuren. Are you coming back soon? I hope so.